Welkom. U vertelde toen u 12 was, ik zie dan echt zo'n meisje van 12 voor me, toen u naar het Montessori Lyceum in Amsterdam wilde, dat u van plan was om minister-president te worden. Ja, en dan moest ik. Daarom was het niet zo heel slim om naar het LBO te gaan. Want dat was het advies. Dat was een hele lange rit. Nee, dat was inderdaad. Ik weet niet eens hoe ik dat had bedacht. Maar ik realiseerde me waarschijnlijk destijds van, oh, maar met LBO, een beroep, misschien lukt dat dan niet helemaal. Als ik dan HAVO, MAVO, dan heb ik iets meer perspectief en dan kan ik misschien wel doorgaan. Dus blijkbaar heb ik dus op deze manier gesolliciteerd bij de directeur van de MAVO. Dat was een dependance van het Montessori Lyceum. Ja. En pas later, ik denk dat ik in de 30 al was, ik was weer vergeten, zei Kees Groenveld, de directeur, hij leeft helaas niet meer, zei hij tegen mij, weet je dat nog, Kunai, dat je de kamer binnenkwam en dat je solliciteerde om hier op school te komen? En ik zei nee, en zei hij, ja, dan kwam je binnen en je zei, ik wil hier op school. En toen heeft hij dus blijkbaar mij gevraagd van, waarom? Dan heb ik gezegd... Dat weet ik allemaal niet zo heel goed, maar blijkbaar heb ik dat gezegd. Van, hij herinnerde het. Ja, hij vertelde dat. Blijkbaar heb ik toen gezegd van, ja, we hebben nog geen vrouwelijke premier. En ik vind dat eigenlijk dat moet veranderen. Of minister-president, dat moet veranderen. En dat zou ik wel willen doen, maar daarvoor moet ik wel gaan studeren. Moet ik journalistiek of rechten gaan doen. Wat voor meisje was dit? Want opgegroeid en getogen in Haarlem. Ja. En toen was daar het besluit gevallen dat u bij Meral Oesloe, uw oudere zus. Ja. Nou, zoveel ouder is ze trouwens helemaal niet. 10 jaar ouder. Nou ja, dat is toch wel behoorlijk zus. Wat, ja. Dus u was 12, zij was dan 22. Ja. Om dan bij haar in Amsterdam te gaan wonen. Ja. Waarom? Krankzinnig eigenlijk. Ja, hè? Waarom? Als je dat nu met mijn kinderen op, dat ze op hun 12e dan ergens bij een nichtje of een. Ja, dat was zo. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Ik heb het wel eens aan mijn ouders, aan mijn moeder vooral gevraagd. Waarom liet je me gaan? Van hoe heb je dat nou eigenlijk? Hoe had je dat zo bedacht? Mm-hmm. En toen zei ze van ja, jij wilde heel graag naar het Montessori Lyceum. En Meral vond het ook een goed idee. En toen hebben we gedacht, nou, het is een beetje moeilijk voor je om elke dag heen en weer te gaan. Dan kan je gewoon bij je zus door de week slapen. Dan kom je in het weekend naar huis. En dat Montessori Lyceum, dat was dan de plek waar u moest zijn vanwege het feit dat het LBO-advies er lag. Maar nou, het moest MAVO worden. Is dit het stereotype verhaal? Nou, ik denk, het had ook te maken met dat ik zelf als kind niet zo heel goed functioneerde op een klassikale school. Want er werd wel heel vaak gezegd, ik herinner me dat ook wel van, nou, Gunai, volgende keer niet zo heel veel vragen stellen. En dan denk ik, dat zeg je tegen een kind. Dus blijkbaar, ik herinner me wel dat ik dan, ik was blijkbaar gewoon toch een beetje een soort van een kritisch kind van, van is dat wel zo en waarom is dat zo? Ik herinner me dat wel, dat ik veel vragen stelde en niet helemaal goed mee kon. Mm-hmm. En vandaar ook het lage advies. En mijn zus had niks met de Turkse achtergrond te maken. Verhalen die we zo vaak horen. Ik denk dat het wellicht wel. En nou, dat maar wel zo met, heeft wel, u het dat nooit gedaan. Ja, wel. Want ik zat in de kamer van de directeur, schoolhoofd, meneer Verkerk, een heel aardige man. En die heeft wel in de kamer gezegd van meisje, ook toen Meral opstandig, kaal geschoren hoofd. Op de 17e weggelopen. Ja, precies. En vrouwen, activist. Ja. En die kwam in een tuinbroek, een spijkertuinbroek, naar die school. En ik zat daar op een stoel. En ik weet nog heel goed dat mijn voeten de vloer niet raakten. Dus ik wiebelde met mijn voeten. En toen hoorde ik opeens meneer Verkerk, die hele aardige man, die hoorde ik zeggen, en ik keek uit op de kerk van de school. Dus ik ken de locatie, kamer, kan ik wel uittekenen. En op een gegeven moment hoorde ik wel meneer Verkerk zeggen van, ach, meisjes, het is toch beter dat ze een beroep leert, Gunai, een beroep leert, want straks als jullie naar jullie thuisland gaan, dan heeft ze een beroep. Maar
ik weet nog dat ik daar zat en mijn voeten wiebelden. En die stopte met wiebelen. Omdat ik dacht, thuisland, wat is dat dan? Welk land is dat dan? Dus het was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, dat klopte niet. Je schetst ook wel een geweldig beeld van de zus van de filmmaker. Hè? Met hetzelfde beeldende vermogen van die voeten die opeens ophielden. Ja, met, en dat was wel even het moment. Ja, en ik heb meneer Verkerk later nog een keer gesproken. Toen hadden we een reunie en toen... volgens mij was ik toen docent op de Universiteit van Amsterdam. Gaf ik les cultuurbeleid. En toen was er een reunie, toen ben ik er naartoe gegaan. Toen heb ik hem gesproken. Oh, van, en daar ook nog aan gerefereerd? Ja. En toen zei hij, was eigenlijk heel erg lief. Hij zei van, maar dat dachten we toen. Ja. Dacht ik, we hebben het over de jaren 80. Mm-hmm. Want heel veel voormalige gastarbeiders, immigranten, dachten ook dat ze weg zouden gaan. En pas ergens midden jaren 80, eind jaren 80, kreeg toch iedereen, realiseerde iedereen zich van hé, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, want die kinderen waren wel behoorlijk geworteld. Nee, Meral met een kaalgeschoren hoofd. Ja. Meral staat bekend als het obstinate kind. En u bent meer de verbinder, heb ik me laten vertellen. Door Meral. Of door Meral. Ja, door Meral, uiteraard. Netjes. Maar goed, ze bracht u ook mee als naar allerlei voorstellingen... waar wij nu dus de vruchten van plukken. Want nu de staatssecretaris van cultuur. Zij was degene die toen u 12 was overal mee naartoe sleepte. Ja, naar de nachtfilm. Dat ik eigenlijk, als ik het zo soms realiseer ik me dat ook, denk ik, als kind zat ik dan in de bioscoop een film van Polanski te maken? Kijken. Echt, ja. Best wel pittige films. Dan ging ik gewoon mee om 11 uur. Of wanneer was dat? 11:45 begon dat, geloof ik. Of ging ik met haar mee naar films. Want dan wilde ik niet thuis alleen blijven. Of ik herinner me ook nog wel, dat was ook wel heel bijzonder... dat mijn vriendinnen allemaal heel graag bij Meral wilden logeren. Ja, dat snap ik. Ja, dan zaten we in dat kleine kamertje in de Jordaan boven. 4 of 5 hoog. En dan, dat was spannend. En dan had je het lesbische café om de hoek. En dan gingen we daar stiekem kijken. Iedereen vond dat spannend. Het was eigenlijk wel een hele leuke jeugd. En was er trouwens nog contact met de thuisfront dan? Bemoeide vader en moeder zich er nog mee? In het weekend ging ik naar huis. En, maar ging dat dan nog? Van het lesbische café naar... Dat ging. Ik denk tot mijn 14e, 15e heb ik dat gedaan. En vanaf mijn 15e waren de weekenden natuurlijk ook heel erg leuk in Amsterdam. Ja, dat begrijp ik. Dus toen hield het een beetje op. En af en toe ging ik dan door de weeks ook. Ik speelde er een beetje mee. En dat lukte dus allemaal. Want uiteindelijk is het gelukt. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Ik zit nu als staatssecretaris promoveren. Promoveren op Trooien. Ja, het is wel gelukt. Dat MLA gedaan. Ja. Met